Notenkraken in de Grote Kerk was 4 jaar lang de meest geliefde dansvoorstelling van Den Haag en omstreken. Deze voorstelling gaat even in de ijskast en wordt opgevolgd door Abdallah en de Gazelle van Basra. Een nieuwe productie van de Dutch Stone Dance Division in samenwerking met Holland Dance en het Lucent Danstheater. Mei 2009, Schiphol, Amsterdam. Tom Stuart en Rine Sprong vertrekken naar Kopenhagen voor een onderzoek naar het oude ballet Abdallah en de Gazelle van Basra van August Bornoviel bij het Koninklijk Deens Ballet. Hier hadden zij een ontmoeting met Sorella Englund, een specialist op het gebied van de oude Bornoviel balletten. Achter de oude monumentale façade schuilt een modern theaterbedrijf. Door de nauwe gangen lopen we naar de studio waar in 1855 Bournonville zijn Abdallah en de Gazelle van Basra creëerde. De Deense componist Simon Holger Pauli componeerde de muziek. Dit wordt in het Lucent Danstheater uitgevoerd door een 40 man groot orkest. Het verhaal van Abdallah gaat over de arme schoenlapper Abdallah die verliefd is op Irma, de gazelle van Basra, een prachtige danseres. Irma's moeder is helemaal niet blij met deze liefde en ze verbiedt haar dochter om Abdallah ooit nog te zien. Thema's van het ballet zijn liefde, hebzucht en vergevingsgezindheid. Thema's die van alle tijden zijn. Uiteindelijk weten Irma en Abdallah, de twee geliefden, elkaar toch te vinden. Stuart en Sprong zullen een hele nieuwe choreografie maken. Maar één pas de deux blijft zoals August Bournonville die in 1855 heeft gemaakt. Binnen de muren bevindt zich ook de dansvakopleiding van het Koninklijk Deens Ballet. Die leiden jonge mensen op om danser te worden, net zoals in Den Haag het Koninklijk Conservatorium dat doet. Studenten van het Koninklijk Conservatorium zullen de hoofdrol dansen, samen met twee aanstormende sterren van het American Ballet Theater uit New York. De inspiratie uit Kopenhagen werd verwerkt in de studio van de Dutch Stone Dance Division in het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. Daarna werd een bezoek gebracht aan Gelsenkirchen, waar bij Charisma Costumes voorbereidingen worden getroffen voor de ontwerpen van de kostuums. Hiervoor zorgt Ben Voorhaar en Sabrina Zilla. Ook werd een bezoek gebracht aan het atelier van Hans Wap, de beeldend kunstenaar in Rotterdam die zorg zal dragen voor de ontwerpen van het spectaculaire decor. Stuart en Sprong nodigen het hele artistieke team uit voor een lunch bij hen thuis. Pink Steen voor de licht, Hans Wap decor en Ben Voorhaar kostuums. Nadine Zijp volgt alles op de voet, zodat ze de productie in goede banen kan leiden. Abdallah en de Gazelle van Basra. 25 december 2010. Première Lucent Danstheater Den Haag.